Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer een hele anarchistische jury. Dat tekent ons en dat siert ons misschien ook, maar dat brengt ook altijd verwarring. We hebben natuurlijk zoveel mensen gezien vandaag, inderdaad van beginnende makers tot meer ervaren makers. En wat ik ook altijd terughoor elk jaar eigenlijk, is dat die elkaar ook weer inspireren aan de hand van wat ze vandaag zien. Dus ik hoop ook dat dat deze 8e editie ook weer is gebeurd. Maar wat ik ook hoop, wat we ook hopen, is dat we naar een mooie prijsuitreiking kunnen gaan. Ja, dat hoop ik ook. Wij gaan jullie niet langer ophouden. Jullie gaan dit helemaal zelf vertellen. Het podium is voor jullie. En we zijn benieuwd wie het zijn geworden. We hebben 4 prijzen dit jaar. We hebben een prijs voor de film over het leukste of beste maatschappelijk initiatief. Uit de schaduw. Van Inna van den Hoge en Dina Ramos. We hebben een prijs voor de beste film. ABC'tje van Sarah Muraski. We hebben een prijs voor de mooiste Amsterdammer in beeld. Door er gewoon niet stappen achteruit te doen, maar gewoon samen met mensen in gesprek te gaan. En daar ben je ook heel erg van. Mooi, dank u wel. En we hebben een prijs voor de beste buurtfilm. De Pijp Uit van Simon Bunt. Dus dat is weer anders dan vorige jaren. En volgend jaar zal het waarschijnlijk weer anders zijn. Dus komt vooral voor ook volgend jaar weer. Want dan worden de kaarten weer anders geschud. Fantastisch dat jullie hier allemaal waren vandaag. We zien u graag weer terug volgend jaar. Want het is altijd weer een verrassing. En altijd komen er weer plekken tegen, mensen tegen bij dit buurtfilmfestival waarvan je denkt, wauw, ik wist niet dat die ook in Amsterdam woonden. Of dat die plekken ook in Amsterdam waren. Wat leef ik toch in een te gekke stad. Met dat gevoel wil ik u allemaal naar huis laten gaan. Voordat iedereen heel snel de zaal uitloopt, ook namens ons, Valentina en mijzelf, heel erg bedankt voor deze mooie dag. Dank jullie wel aan de OBA, dank jullie wel aan het prachtige team achter zo'n dag, want zonder al die mensen kan dit niet bestaan. Onze jury, alle vrijwilligers, de OBA, de techniek en natuurlijk alle sponsoren. We wensen iedereen een hele fijne avond, wel thuis, reis voorzichtig en tot volgend jaar.